Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Ik ben weer thuis. Nou, ik ben al een weekje thuis. Jullie hebben de afgelopen... dit weekend. Het is vandaag 21 september. Gisteren is de eerste vakantievlog online gekomen. Vandaag de tweede, morgen de derde. En dit gaan jullie, als het goed is, donderdag zien. Woensdag of donderdag. Moet ik eventjes kijken wat handig is. Woensdag of donderdag zien jullie deze weekendvlog. En deze weekendvlog gaat dus over afgelopen weekend. Laatste weekend van mijn vakantie. Ik heb de afgelopen week nog thuisvakantie gehad. Ik ben maandag de 16e, 's avonds om 11 uur of zo, 12 uur waren we thuis. En toen heb ik de rest van de week nog gewoon lekker even, ja, een beetje relax gedaan. Dinsdag echt uitgeslapen, mijn koffer uitgepakt, wassen gedraaid, nou, dat soort dingen gedaan. 'S avonds natuurlijk bezigkaarten. Woensdag hadden we de open dag van de Johan Cruijff Foundation. Dat was echt waanzinnig tof. Dat is de Johan Cruijff Foundation is een foundation die er is om alle kinderen in Nederland te laten sporten. En de open dag is ervoor bedoeld om kindjes met een handicap bekend te maken met de sporten die er zijn voor ze. Dus dan krijgen ze een soort strippenkaart en dan kunnen ze alle sporten die er zijn, kunnen ze dan uitproberen. En wij stonden daar weer met onze skibaan, of tenminste onze skibaan, die huren wij ook maar een soort van in. Ik moest even kijken of er iets goed zat. Ik voelde iets op de achterkant van mijn camera, maar het klopt. met onze skibaan. En we hebben heel veel kindjes kunnen blij maken die dag. Dus dat was natuurlijk wel echt heel erg gaaf. Donderdag. Wat heb ik donderdag gedaan? Nou, ook niet veel geloof ik. Nee, gewoon lekker even nog van mijn vakantiegenoten. Donderdagavond wel skiles. Skiles. Dansles gehad. Ik heb me net ingeschreven voor de skilessen. Dus vandaar dat ik eventjes daaraan moest denken. Dansles gehad. En gisteren dus bezig geweest met de video's online zetten. Dus ja, heerlijk weekje nog. Nu nog even een lekker laatste weekend. Wordt vandaag prachtig mooi weer. Het ziet er al hartstikke lekker uit. Terwijl het pas 9:10 is. Dus ik ga denk ik vandaag eventjes fietsen of zo. Ik zie het wel. Daarnaast heb ik naar aanleiding van mijn bezoek aan de beurs en aan Creachick en dat soort dingen. Een bullet journal gekocht met alle bijbehorende spulletjes. En daar ga ik jullie ook denk ik vandaag of morgen even dat laten zien. Ik heb nu voor mezelf besloten dat ik een oefenjournal heb gekocht. Waarin ik dus dingen ga uitproberen. En ik wil pas met de echte, of de echte. Ik wil beginnen met mijn echte eerste journal in de journal van Creachick zelf. Maar die komt pas ergens half november uit. Dus dan heb ik tot die tijd nog eventjes om te oefenen. Dus dat vind ik wel fijn. Ik ga jullie vanmiddag even laten zien wat ik heb gekocht. En nu nog maar even een kopje koffie drinken. Nou, de video van morgen staat ook weer klaar. Ik heb even een broodje gegeten. Ik ben nog even bij mama geweest om een tas op te halen met ook nog allemaal hobby-spulletjes. Dus dat ga ik vanmiddag of vanavond even op mijn gemak uitzoeken. Laat ik jullie ook nog even zien. Maar we gaan nu eerst eventjes naar Laura toe, want die werkt vandaag. En ik heb wel even zin om naar de kringloop te gaan. Dus ik pak de fiets en ik ga die kant op. Zo, ik ben inmiddels in de kringloopwinkel aangekomen. Kijk, daar gaat Laura de kast. Die hebben ze vanochtend opgehaald. Laura en Roy gaan het hele huis opknappen. En ik heb hier toch iets leuks gezien. Moet je kijken. Dit tafeltje. Met zo'n bankje eraan. Oh, ik vind hem wel echt heel leuk. Maar ik weet niet waar ik hem zetten moet. Ik dacht eerst misschien voor in de gang, want ik wil mijn gang opknappen. Maar ja, dan moet hij aan de kant waar de kapstok ook is. En dan kan ik mijn kapstok niet meer kwijt. Nou, ik moet er nog maar eens even over nadenken. En even met mama over hebben. Die heeft altijd wel inzicht in dat soort dingen. En nu ga ik even wachten tot Sascha klaar is. Want die kan me even naar beneden brengen. Om even bij de knutselspulletjes te kijken. Kijk, en daar is Laura in actie.
Maar die heeft het even druk, dus die komt zo wel even. Deze kast vind ik ook zo'n plaatje. Zo mooi. Nou, ik heb inmiddels wat kleine spulletjes gekocht. Wat ik zocht, hadden ze eigenlijk niet. Hallo allemaal. Hi, hoe is het? Goed. Ja. Lekker druk. Ja, het is druk. Zo. Ik wil iedere keer een stukje filmen, maar iedere keer krijg ze weer klanten. Dus, maar, ja, goed. Maar nu maakt even niet. Maakt niet uit, nu even niet. Nu kunnen we even filmen. Mijn kast staat hier. Tot, ja. Dit is... Laura en Roy gaan dus de huis opknappen, zei ik net al. Dit is het onderstel en daar staat bovenstel. Ik nou, zie je later. Nou, geniet van het lekkere weer. Ja, ik ben al door. Ik ga zo weer naar huis. Is goed. Zo, ik ben alweer heel wat uurtjes thuis inmiddels. En we hebben ik heb even bij Pama gegeten. Robert was er ook nog even met de kinderen. Tante Co was er, dus dat was wel gezellig. Nu ben ik thuis en zou ik jullie nog even laten zien wat ik nou allemaal heb gekocht om een bullet journal te gaan starten. Nou, als eerste heb ik uiteraard gekocht een bullet journal. En ik heb deze gekocht omdat ik deze layout, zeg maar, op dit printje vond ik heel erg tof. Het is er dus eentje van de HEMA. Kan je hier, kan je dat zien? En de HEMA heeft leuk. Ja, had er twee verschillende soorten. Maar ik vond deze de leukste. Die andere was met hondjes. 5 euro. Het is 160 pagina's A5 formaat. En 90 grams papier. Ja, dat zegt me dan allemaal niet zo heel veel, jongens. Maar dit is de bullet journal die ik heb gekocht. Dan heb ik... Even denken waar ik ga beginnen. Washi tape gekocht bij de Action. Om erin te plakken. Nou vind ik het niet de leukste washi tapejes die er zijn. Ik denk dat ik de leukste op AliExpress kan bestellen. Maar ik heb er één met wolkjes. Wacht, dat ga ik even anders doen. Eén met wolkjes. Eén met Special State of Mind. Eén die vind ik heel erg leuk met blaadjes. Eén met vogel. Hallo. Ja, vogeltjes. En één met een leuk bloemenprintje erop. Oh, en nog één met blauwe streepjes. Die vind ik ook super leuk, want die past mooi bij de bullet journal. Dan heb ik bij de Action paintmarkers gekocht. Het zijn echt waterbasis. Met een matte finish. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga jullie zo even laten zien hoe dat er in de journal uitziet. Want het ziet er leuk uit. Deze Stabilo pennen had ik al. Maar die kan ik natuurlijk prima gebruiken. Evenals deze gel pennen. Deze vind ik wel heel erg leuk. Dat zijn brush pennen. Maar dat is nog wel even een gedoetje. Daar moet ik nog iets beter in worden. Maar het zijn allemaal metallic kleurtjes. Dus die vind ik ook wel leuk. Allemaal bij de Action. Nee, dat is niet waar. Deze metallic brushpennen heb ik op AliExpress. Of... toch? Volgens mij heb ik die op AliExpress gekocht. Maar die heb ik al een hele tijd. Deze potloden. Hele goede potloden bij de Action. De Stabilo stiften. Maar dan de pasteltinten zonder de gele, want die vind ik niet mooi, want die is niet pastel eigenlijk. Dus dit vind ik de leukste kleurtjes eruit. Die heb ik gekocht op de Creabeurs toen ik daar was. Bij My Lovely Notebook. Dan heb ik vanmiddag bij de kringloopwinkel deze nog gekocht. Daar zitten allemaal... Ja, hoe ga ik dat nou kunnen laten zien? Zo. Blaadjes in. Waar ik leuke dingetjes uit kan halen. Oh. Deze ook. Ook allemaal leuke blaadjes. Zelf had ik nog dit soort blaadjes. Maar ik vind die kleurtjes eigenlijk een beetje te fel voor in mijn bullet journal. Maar goed. Dan bij de Action had ik nog... Vellum. En ik kende dat helemaal niet. Maar vellum is dus een beetje doorschijnend plasticachtig papier. En daar zitten printjes in als deze. Vind ik heel tof. Maar ook
deze vind ik heel erg gaaf. Nou ja, en zo zit dat ook weer helemaal vol met printjes. Dan heb ik nog twee zelf van die blokjes gekocht met leuke papiertjes erin. Eén met allemaal vintage papiertjes erin. En één met allemaal roze tinten erin. Deze vind ik ook zo tof. En ik heb nog bij de kringloop dit soort dingen gekocht. Dus dat is allemaal om te plakken en te tekenen. Dan heb ik nog gekocht hele leuke clear stamps. En dat kende ik helemaal niet. Dat heb ik echt van Creachic. Dat zijn stempeltjes. Deze met allemaal koffieprintjes. Deze met allemaal leuke herfstprintjes. Dit met ook allemaal blaadjes en vaasjes. Mijn batterij is bijna leeg. En die plak je dus op dit blok. En dan kan je zo zien waar je stempelt. Dat is echt super makkelijk. Echt heel fijn. En ik heb daarvoor dus ook allerlei inktkussentjes gekocht. In heel veel verschillende kleurtjes. En dan heb ik nog lijm gekocht. Een gewone lijmstift en een lijmroller. En pennen. Allerlei soorten pennen. Een passer heb ik nog gekocht om rondjes mee te maken of uit te knippen. Deze kreeg ik bij de handlettercursus. En natuurlijk heb je ook nodig een schaartje, dus die heb ik gekocht. En voor de rest allemaal de Micron pennen in allerlei maten. Die heb ik ook echt van Creachic. En nog een witte stift om mee op of pen om mee op zwart papier te schrijven. Fineliners. Nou, alles om voorbereid te kunnen gaan beginnen. En wat ik al zei, de bullet journal die ik nu heb gekocht, wil ik graag mijn oefenjournal houden. Ik ga er ook niet te veel van laten zien, want ik vind dat een beetje persoonlijk. Want ik wil gewoon nog heel erg oefenen. Maar wat ik jullie wel wil laten zien is dit. Ik heb net even geprobeerd een beetje te handletteren. Nou, ik vind het er wel leuk uitzien. En hier moet het dus nog verder, omdat die maar tot V gaat. Maar X, Y en Z is echt ongeveer de moeilijkste letters die je kan bedenken. Dus die ben ik nog aan het oefenen. En dit heb ik... Daar ging meer wat. Dit heb ik dus ingekleurd met die... pennen met deze stiften. Dus ja, dat is een beetje tot nu toe mijn bullet journal stash. En ik ga zien en ik ga jullie meenemen in het proces. Ik heb er heel veel zin in, dus ik ga het weer even allemaal opruimen. En ik ga jullie een nieuwe batterij geven. Goedemorgen deze zondagmorgen. Het is inmiddels 10 voor 11. Ik heb lekker uitgeslapen, viel op zich nog wel mee. Want volgens mij was ik rond een uur of 8... wakker? Nou, ik heb in ieder geval lekker rustig aangedaan vanochtend. Lekker ontbeten. YouTube gekeken. Ik ben een Suus-marathon aan het houden. Want ik liep zo gigantisch achter met allerlei vlogs. Ik ben natuurlijk helemaal verdwaald geweest op het kanaal van Creachic. Dus ja, dan heb je geen tijd om andere vlogs te kijken. Dus ik ben even het een en ander aan het inhalen. Straks ga ik op de fiets. Over een uurtje ongeveer. Iets later denk ik. Want ik eet eerst even nog thuis. En dan ga ik naar de dansschool. Kijk, het is prachtig mooi weer. Dus dat wordt lekker fietsen. Drie kwartier fietsen heen. Drie kwartier fietsen terug. Dus dat wordt wel wat denk ik. En dan ga ik dus naar de dansschool. Want daar hebben ze één keer... Ik weet niet of ik het al verteld had, maar één keer in de 14 dagen vanaf vandaag hebben ze daar inloopmiddag, matinee. Kun je gewoon dansen, de leraar is er om dingen uit te leggen en nou ja, we gaan het zien. Dus dat vind ik heel erg leuk. Sowieso leuk om te zijn al met al die mensen. En nu ga ik even in mijn bullet journal kijken of ik die drie laatste letters kan maken. Want daar ben ik gisteravond nog mee bezig geweest. Kijk, ik had natuurlijk dit... alfabet gemaakt, wat ik op zich heel leuk gevonden wordt, maar
de WXIZ moeten er nog bij. En ik ben ook hier mijn washi tape slinger aan het maken. Vind ik ook heel erg leuk. Alleen zag ik nu wel dat die stift een beetje aan het doordrukken was. Nou ja, vind ik niet heel erg. Het is niet heel erg. Alleen hier een beetje. Maar ik begin nu toch aan de bovenkant. En ik moet hier even de potloodstreepjes nog uitgummen. Maar ik wilde eerst wachten tot dit helemaal goed droog was. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik even met die drie laatste letters klooien. En dan zien jullie straks wel of het gelukt is of niet. Zo, het is af. Ik heb mijn best gedaan. Ik vind ze niet zo mooi geworden als deze, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet. Het is toch anders of zo. Maar goed, ik vind het er wel vrolijk uitzien zo. En leuk om te doen. Dus nou, ik heb nog heel wat bladzijden om te gaan, jongens. Ik neem jullie af en toe wel even mee. En nu ga ik zo even eten en dan op naar de dansschool. Over dansen gesproken. Ik heb net eventjes... Ik kijk niet Dancing with the Stars, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik kijk wel iedere week de dans van Bibian terug. Ja, gewoon omdat ik dat heel tof vind. En die had me er toch een lift in zitten. Ik heb het net even gefilmd en naar Isaac, de dansleraar, doorgestuurd. Ik bedoel, het was totaal geen Zuid-Amerikaanse dans volgens mij. Maar ja, inspiratie is altijd goed. Zo, ik ben alweer een poosje op de dansschool. Ik heb net gedanst, maar niet gefilmd. Maar gelukkig heeft iemand anders het wel gefilmd. En dat gaan jullie straks even zien. Oh, mensen, hallo. Ali is er ook. Ali's vrouw is er ook, maar die is met Melvin aan het dansen. Daar. Daar achter ergens gaat Isaac. Het is nu niet meer zo druk. Net als het wat drukker, maar er zijn alweer wat mensen weg. Zo, ik heb even lekker gedoucht. Ik ben al een aardig tijdje thuis. En inmiddels is het heel hard gaan regenen. Of heel hard, het is in ieder geval gaan regenen. Dus nou, ik heb echt wel mazzel gehad. Want die fietsritjes heen en terug waren heerlijk. 3 kwartier heen, 3 kwartier terug. En ja, gewoon echt warm in mijn t-shirtje. Was echt goed te doen. Was ik nog bijna mijn schoen kwijt. Ik had die schoenen aan die ik ook op Laura der Trouwen aan had. Maar ja, dat zijn natuurlijk zowat kartonnen schoentjes. Dus, en met mijn moeilijke voetjes gaan die nogal eens uit. Dus dan kom ik met mijn voet langs mijn voetenplank en dan schraap ik mijn schoen uit. Maar dat voel ik natuurlijk helemaal niet. Dus op een gegeven moment werd ik ingehaald door een fietser. Mevrouw, bent u uw schoen kwijt? Ik kijk. Ja, die ligt ongeveer 200 meter terug op het fietspad. Dus die ben ik maar even op gaan halen. Ik ben echt blij dat die man het gezegd had. Want anders had ik op de dansschool aangekomen met maar 1 schoen. Nou is dat in mijn geval natuurlijk niet zo'n probleem. Maar het staat een beetje suf. Maar goed. Lekker gedoucht. Lekker gegeten. Ik had boterhammen. Ik heb eiersalade gemaakt. Gewoon een eitje gepakt met een beetje frietsaus er doorheen. Sla eronder. Een beetje aromatachtig spul eroverheen. Komkommertje. Op 2 verkoren boterhammen. Nou, prima avondeten. En net even lekker koffie gedronken. Ik ben klaar met mijn Vraag het Suus marathon. En nu, zoals je ziet, sorry voor de stil Ronald. Een helemaal Ronald marathon. En dan moet ik daarna nog Tineke en Janneke. En dan ben ik in ieder geval weer bij met mijn... vlogvrienden, zeg maar. Want dat vind ik sowieso leuk. Maar ook wel belangrijk om ze een beetje te volgen. We supporten elkaar allemaal. Dus dan
vind ik het ook gewoon leuk om te zien wat ze allemaal maken en wat ze allemaal doen. Maar ik was er de afgelopen tijd gewoon even niet aan toegekomen, even niet zo mee bezig geweest. Ja, dat heb je soms wel eens. Dus ik ga even lekker wat drinken en dan zie ik jullie straks, want het is nog lang geen bedtijd. Het is 7:30. En ik moet niet vergeten om mijn trommeltje voor morgen weer te gaan vullen. Want ja, morgen begint het allemaal weer, hè? Het gewone leven, zoals ze dat dan zeggen. Dus dat gaan we even allemaal regelen. Ik ben lekker gedoucht, ik heb nog wat gedronken. De Ronald Marathon is inmiddels voorbij en heeft plaatsgemaakt voor de Huisje Weltevreden Marathon. Maar dat gaat niet lang meer duren, want het is bijna 22:00. Dus het wordt voor mij zo tijd om lekker te gaan slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Doe je duim omhoog als je hem leuk vond. En abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Ik ben nu echt bijna op de 300. Het is nog 9 geloof ik en dan ben ik er. Dus dat zou ik wel heel erg tof vinden. En dan zie ik je weer in de volgende vlog. En dat wordt de weekvlog. Ja, en die start ik morgen weer. Dus tot dan. Doei doei!